uit het Verre Oosten, maar er is ook kunst uit het Nabije Oosten, uit Oost-Europa. We praten met Ricus Dullaert. U komt uit Amsterdam en u bent gespecialiseerd in iconen van vele Oost-Europese landen. Met name Rusland, Russische iconen vooral. En dat zijn daar eigenlijk schilderijen die je vooral in kerken vindt en in huizen als religieuze objecten? Ja, als religieuze objecten. Kijk, deze kleine formaten, dat zijn iconen uit de huizen. Die komen uit de Rode Hoek, heet dat. In ieder Russisch huis had men een soort huisaltaar in de vorige eeuw, nu ook vaak nog. Dus het kan een klein plankje zijn of een open hoekkast met verschillende planken erin. Of zelfs een chique huizen mahoniehouten kast. Dat noemt men de Rode Hoek, dat is het huisaltaar. In het Russisch is het woord voor rood en mooi hetzelfde. Rode plein betekent mooie plein. Rode hoek betekent mooie hoek. Laat ik nou altijd gedacht hebben dat het iets met links te maken had. Maar... Nee, nee. En in dus dat, op dat huisaltaar in die Rode Hoek, daar staan dus deze iconen. Russen hangen ze nooit aan de wand, ze zetten ze neer in de Rode Hoek. Daar branden ze vaccinelichtjes. En in de vorige eeuwen was het de gewoonte, als je bezoek kreeg in een Russisch huis, leidde je bezoek naar die Rode Hoek. Die bogen voor de iconen en dan traden ze pas het huis verder binnen. En vandaar, die iconen moesten ook een visitekaartje zijn van het huis, dus die moesten er zo mooi mogelijk uitzien. Zo'n grotere icoon, dat is wel een kerkicoon. Die komt uit een kerk, die grotere formaten. Maar deze kleine formaten, dat zijn allemaal particuliere iconen. En u ziet ze hier uit verschillende eeuwen. Dit is uit de 17e eeuw met zo'n verdieping in het paneel. Dat heeft een kovtjek in het Russisch. En deze heeft zelfs een dubbele kovtjek. Hier ziet u ook nog een opstaande rand. En dit is de moeder gods van Vladimir. Dat is de patrones van Rusland. De moeder van de Russische aarde wordt die genoemd. En alle iconen zijn gebaseerd op Byzantijnse oerbeelden. Daar komt de iconenkunst vandaan. Ik ben deze zomer in Bulgarije geweest en dan zag ik heel veel iconen die er dan een beetje zo uitzagen met zo'n zilveren bedekking. Ja, dat heet een ritsa, heet dat. Het oorsprong van het gebruik is religieus. Men gaf aan de icoon als dank voor verhoord gebed zo'n zilveren bedekking cadeau. In de kerken en kloosters gebeurde dat door aan touwtjes voor de icoon allemaal ringen en sieraden van goud en zilver te hangen die men geschonken had. En na verloop van tijd werd dat omgesmolten en daar werd dan zo'n ritsa van gemaakt. En dat zie je hier. Een ritsa bedekt de achtergrond van de icoon. Je hebt ook een oklad, die laat alleen maar de gezichten van de heilige personen vrij. Dus dan is het zilver nog verder opgerukt. En dit is zelfs een driedimensionale omlijsting. Dat is een nimbus, hè? Dat is een stralenkans om het hoofd van de heilige. En hier zie je ook de achtergrond van de icoon is bedekt met zilver. Nou zou je denken dat heel veel van deze iconen zijn natuurlijk tijdens het communisme naar het westen gekomen. Kopen de Russen ze weer terug nu? Af en toe wel, ja, inderdaad. Ik ben nu ook in onderhandeling met een Rus over een belangrijke icoon. En het is natuurlijk zo, dat is ook wel een beetje triest. In Rusland is het verschil tussen arm en rijk ontzettend groot op dit moment. Er zijn mensen die zwemmen in het geld en anderen die niks hebben. Maar een aantal van die mensen die dus veel geld hebben, die beginnen te beleggen en te verzamelen in kunst en in iconen ook. En dus af en toe komt het inderdaad voor dat we het aan de Russen verkopen weer. Ja. Okay. Dank u wel.